Algemeen directeur John Best van Almere City. Jullie hebben vanmorgen trainer Robert Molenaar ontslagen. Vanwaar deze beslissing? Aantal redenen die eigenlijk in willekeurige volgorde aan elkaar gerelateerd zijn. Matig veldspel, slechte resultaten. In de groep weinig vertrouwen en beleving. En ook eigenlijk het gebrek aan uitzicht op verbetering op korte termijn. Ja. Het seizoen is pas 16 wedstrijden onderweg. Veel mensen zullen zeggen, dat is behoorlijk snel een trainer ontslaan na 16 wedstrijden. Ja, dat is heel snel. En dat is ook natuurlijk nooit de bedoeling als je met elkaar een avontuur aangaat. En dat is ook niet een scenario waar we vooraf rekeningen mee hielden. Kijk, het werkt wel of het werkt niet. Maar dat na 16 wedstrijden al zo'n beslissing genomen moet worden, is heel snel. Aan de andere kant, wat ik net al zei, de redenen zijn, die spreken denk ik voor zich. Die zullen subjectief zijn. Alleen ja, de mensen die erover gaan in deze even RVC en directie, die hebben uiteindelijk wel deze conclusie getrokken. Ja, wat heeft de absolute doorslag gegeven? Nou, niet zozeer één moment. Het is echt daarom zeg ik ook bewust in willekeurige volgorde. Het is uiteindelijk heeft de doorslag gegeven dat we met elkaar onvoldoende vertrouwen hebben dat we op korte termijn de boel keren. En dan heb ik het nog niet eens hier over de uitslagen, maar veel meer over het spel wat we zien. Ja. Is het een totale mismatch gebleken, Molenaar en Almere City FC? Ja, weet je Martijn, dat is weer zo'n vraag. Want anders hadden we hier niet gestaan. Tegelijkertijd laten we ook vaststellen dat een trainer niet een kant-en-klaar product is. Je haalt een trainer omdat je op dat moment echt denkt dat het het beste is voor de club. Dat dachten we met een flink aantal mensen. Zo'n trainer die past zich dan wel niet aan een dynamische organisatie. En uiteindelijk gaat daar iets ontstaan. En dan hoop je heel erg dat het gaat werken. Soms is het neutraal en moet je nog even geduld betrachten. Maar op het moment dat je het gevoel hebt dat geduld betrachten geen zin heeft. En dat het uiteindelijk nergens toe leidt. Ja, dan moet je schakelen. En dat gevoel hadden we. En daarom staan we hier nu tegenover elkaar. Ja, was afgelopen vrijdag de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen? Nou, dat heeft niet meegeholpen. Maar ik weiger Robert af te rekenen op één wedstrijd. Dat is ook gewoon niet zo. Het is iets wat al langer speelt binnen de club. Waar ook regelmatig over gesproken is. En dat die wedstrijd uiteindelijk niet meegeholpen heeft in dit hele traject. Dat spreekt voor zich. Maar uiteindelijk hebben we daar gisteren in alle rust met een aantal mensen over gesproken. En de voor's en tegens op tafel gelegd. En uiteindelijk tot dit besluit gekomen. Ja. Hoe moeilijk was deze beslissing? Heb je lang getwijfeld? Lang getwijfeld. Wat ik al zei, het speelt al een tijd. Je weet dat je in het begin van het seizoen zit. Je weet dat je een trainer, een team eigenlijk gewoon een kans moet gunnen. Zeker omdat we dit natuurlijk niet zo lang geleden ook al aan de hand hebben gehad. Ben je nog extra voorzichtig met dit soort stappen. Alleen, wij zijn gewoon hartstikke ambitieus. En dat is ook geen geheim. En we hebben al vaker verteld dat het mogen langzaam verandert in het moeten bij deze club. En dan gunnen we onszelf gewoon niet de tijd om te kijken wat er van komt op het moment dat het gevoel niet goed is. Ja. Ik denk dat we die club ook niet meer willen zijn en niet meer kunnen zijn. En vandaar dat we dan tot deze beslissing komen. En we hadden het ook niet kunnen doen. En dan hadden we Robert geen pijn hoeven doen. Dan had ik niet voor de camera hoeven staan. Dan had jij niet op je vrije dag naar Almere hoeven komen. Dat was makkelijker geweest. Maar nogmaals, we staan ergens voor. En als we dan vervolgens ook denken dat het op een andere manier beter kan, dan gaan we daar ook voor. Ja, je wilde het eigenlijk gewoon niet door laten etteren. Daar komt het op neer. Nou ja, etteren zijn jouw woorden. Dat vind ik een heel negatief woord. Dat was ook niet zo, want het etterde niet. Er zijn genoeg ook dingen te op te noemen die wel hartstikke goed waren. En die ook heel erg goed zijn aan Robert Molenaar. Maar uiteindelijk, om in beeldspraak te blijven, paste de puzzel niet. En zo simpel is het ook. En dan moet je wel eens een stukje vervangen. En dat kan het mooiste stukje van de hele puzzel zijn, weet je. Maar uiteindelijk moet je wel eens een stukje vervangen. En wij voelen dat gewoon nu moest, in de hoop dat de puzzel beter past. Ja. Neem je jezelf ook iets kwalijk? Want ja, je hebt hem ook aangesteld. En je wist ook in principe wat voor vlees je in de Kuip had met Molenaar. Die stond niet bekend om zijn hele aanvallende en attractieve voetbal. Kwalijk, nee, verantwoordelijk, ja. Natuurlijk niet alleen, want nogmaals, we hadden in die tijd ook nog een TD en een beslissing met directie en RVC samen. Dus dat is ook weer zo. Dat steunt ook uiteindelijk een keuze. Daar krijg je ook vertrouwen uit dat je dit met elkaar deelt. Er was ook een goede reden waarom we voor hem kozen. En we waren er oprecht van overtuigd met z'n allen
dat het daarin beter zou gaan. Ja. Aan de andere kant, het is ook altijd lastig om dan te beoordelen of dat aan de trainer of aan de club of aan beide ligt. Het feit is gewoon dat op het moment dat je merkt dat het niet het resultaat geeft wat je van tevoren had verwacht, dan kan je twee dingen doen. Het laten of uiteindelijk gewoon ermee stoppen. Nadat je uiteraard er alles aan hebt gedaan om het beter te maken. Ja. En dat wil ik ook nog wel benoemen. Kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel ook een selectie staan waarbij je ook het enige mag verwachten. Natuurlijk heb je last van blessures. Dat is ook absoluut waar. Ook hier en daar nog wat pech. Maar ja goed, uiteindelijk moet je ook spelen met de elementen. En vind ik nog steeds dat wij niet de club mogen zijn van excuses. Want dat zijn automatisch ook je limieten. En daar doen we hier niet aan. Vorig jaar vloog Miguel Santoni eruit als trainer. Ja, nu dus Robert Molenaar. Ben je niet bang dat jullie het stempel krijgen van de club die heel makkelijk en heel snel trainers ontslaat? Nou ja, ik denk dat het onterecht zou zijn. Ik bedoel, ik kan zelf 3,5 jaar terugkijken. Daar hebben we inderdaad 2 trainers moeten ontslaan. Dat is super vervelend. En laten we daar alsjeblieft geen gewoonte van maken. Dat betekent ook dat we nog zorgvuldiger zullen gaan kijken naar de toekomst. We hebben nu heel veel vertrouwen in Ole. Die het seizoen gewoon gaat afmaken. En, dat is 100% het geval. Die gaat gewoon tot het eind van de rit hier de hoofdverantwoordelijke zijn? Ja, dat is 100%. En zoals je weet hebben we vanaf 1 januari gelukkig weer de beschikking over een technisch verantwoordelijke man in de persoon van Teun Jacobs. En hij gaat samen met Ole en zijn staf aan de slag om daar het maximale uit te halen. En dan zien we aan het einde van dit seizoen wel hoe we de nabije toekomst inkleden. Ja. Jack Alston, die blijft ook gewoon? Die blijft. In welke rol is nu even aan Ole, maar die blijft. Ja. Ten slotte, hoe heeft Robert Molenaar zelf gereageerd op deze beslissing? Nou ja, zoals je mag verwachten. Die is daarover teleurgesteld. Die is het natuurlijk niet per se met ons eens. Dat mag ook duidelijk zijn. Maar wel zoals hij eigenlijk ook gewoon is. Robert is een heel redelijk en beschaafd mens. En zo heeft hij ook gereageerd. En dat had ik ook niet anders verwacht. En dat maakt het eerlijk gezegd ook wel weer nog moeilijker als iemand ook nog wat weet op te brengen. Om dat in alle rust te aanvaarden. Ondanks het feit nogmaals dat hij wel degelijk aangeeft dat hij dat natuurlijk dat hij dat niet met ons deelt. Maar goed, hij heeft dat aangehoord en hij is vervolgens naar de spelers gegaan, naar de staf gegaan, de medewerkers gegaan en heeft daar afscheid genomen.